Er was eens een Japanse schrijnwerker die zijn vak uitstekend verstond en die daarom veel klanten had die gaarne een kast of een kist bij hem bestelden. Hij kon dan ook goed leven van hetgeen hij met zijn werk verdiende. Maar hij was niet tevreden. Op een dag boog hij diep voor het beeld van Boeddha en zei: Heer, als ik eens zoveel handen had, kon ik eens zoveel werken en eens zoveel verdienen. Heer, verhoor mijn gebed en geef mij eens zoveel handen. En Boeddha verhoorde het gebed van de schrijnwerker. Hij bezat nu 4 armen en 4 handen. Hij werkte eens zo hard en verdiende eens zoveel. En nog was hij niet tevreden. Hij boog weer diep voor het beeld van Boeddha en sprak: Heer, als ik nog eens zoveel handen had, zou ik nog eens zoveel kunnen doen en nog eens zoveel kunnen verdienen. Heer, verhoor mijn gebed en geef mij nog eens zoveel handen. En Boeddha verhoorde nogmaals het gebed van de schrijnwerker. Hij bezat nu 8 armen en 8 handen. Hij werkte nog eens zo hard en verdiende nog eens zoveel. Toen kwam er een man langs het huis van de schrijnwerker. Hij zag dat de man 8 armen had en 8 handen en zei: Schrijnwerker, waarom doe je dit werk nog langer? Je kunt rijk worden zonder iets te doen. Ga met mij mee en ik vertoon je op de kermissen en jaarmarkten. De mensen zullen niet geloven dat een man met 8 armen op de wereld bestaat. En ze zullen veel geld geven om hem te zien. En zo zul je schatrijk worden. De schrijnwerker vond het een uitstekend idee. De vreemdeling maakte een kooi met houten tralies en daarin nam de man met de 8 armen plaats. Toen reisde de vreemdeling met de schrijnwerker alle markten en kermissen van Japan af. En de mensen gaven heel veel geld om de schrijnwerker te zien. En de vreemdeling werd schatrijk. Maar hij gaf de schrijnwerker niet meer dan iedere dag een kommetje rijst. En nooit liet hij hem meer uit de kooi.